Jongens, de dierenwinkel van Justin gaat open. Dan kunnen we eindelijk leuke diertjes kopen. Spannend! Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn wij weer lekker in Contentveen aan het ronddwalen bij bootwinkel van Rini en Floor. Zoals ik net zei, gaat eindelijk de dierenwinkel van Justin open. Dus de grote open... Is dat Rick daar? Het is de grote opening vandaag, maar Rick was me aan het bespioneren. Dus laten we even naar Rick en Anne toe lopen om te kijken wat zij vinden van... Ik ga als journalist spelen. Wacht, dit is mijn microfoon. Die staat hier. Dit is mijn microfoon. Ik ben journalist. Ik zie eruit als een geschikte journalist met een geschikte microfoon. Kijk, hier is een Anvil. Microfoon. Zo. Goeiedag, Anne. Sorry dat ik jou zo in je huis stoor. Oh, je hoort me niet. Of wel? Oh, je hoort me niet. Goeiedag, heer Rick Force. Ik sta hier namens Channel 1. Er komt het geen nieuwszender. Dit is mijn camera. Doe je Ik pak je camera even. Kijk, dit is mijn camera, zie je? Hier. Welkom bij Channel 1 Content Veen. Ik sta hier bij de dierenwinkel van Justin met een, wat is je naam? Rick Force. Rick Force. Met Rick Force. En Rick, wat vind je ervan dat de dierenwinkel open gaat? Ja, ik ben er heel blij mee. Ik wil al echt al aardig wat dieren kopen. Hoe is mijn kwak? Ja, gaat goed. Gaat goed. Ik heb het gezien. Ik heb een prachtig huisje gezien van kwak, maar dat is even onrelevant op het moment. Oh, ja, laten we even naar de dierenwinkel lopen. Ah, kijk, daar hebben we hem. De eigenaar. Goeiedag, Justin. Je spreekt met Channel 1 Nieuws van Content Veen. De enige nieuwszender die niet live gaat, want we hebben geen tv's. Rick hier zegt dat hij jouw dierenwinkel eigenlijk liever niet wilde hebben en alle dieren mogelijk gaat vermoorden. Wat vind jij daarvan? Dat is iets wat ik niet heb gezegd. Schokkend. Hey Fred. Maar ja? Schokkend, beangstig, teleurstellend. En tot slot, pijnlijk. Goeiedag, mijn naam is Max van... Hallo, sta je aan? Hallo, hallo. Hallo. Hey, goeiedag, mijn naam is Max van Channel 1 Content Veen Nieuws. Je staat hier met de bankeigenaar van... Dit jaar met de bankeigenaar. Ik sta hier met de bankeigenaar genaamd Fred. Is de camera, let er niet op. Wat vind jij van de nieuwe opening van de dierenwinkel? Ik vind het fijn. Huisdieren zijn fijn. Alles is fijn. Als het maar groen is. Dit was Channel 1 Nieuws. Dankjewel. Ik ben nog niet klaar. Hallo. De camera staat al uit. Je mag de microfoon hebben. Oh, ook leuk. Oh, mag ik hem hebben? Dank je. Hallo. Ik ben Fred en ik heb veel pret. Ik ga naar bed. Ik heb geen bed. Waarom eindigde dat zo zielig? Het komt met zo'n sad note. Het komt met zo'n sad note, eindigt het. Maar voordat de dierenwinkel van Justin opent, laten we even naar het nieuwe gebied hier gaan. Als dat in wil laden. Kijk, daar is het al. Dit hebben wij vorige aflevering gedaan. Hebben wij dit hier allemaal gebouwd. Veel progressie weer. Het ziet er goed uit. Er moet nog veel gedaan worden, maar we kijken of we de vragen toekomen. Ik hoop het misschien dat we even wat verdere progressie kunnen maken. Wat ik ook vorige aflevering heb gedaan, jongens, is hier in Au. In de Fredgrot heb ik hier achter deze blokken hier... Huh? Oh! Huh? Pak ik de verkeerde weg? Wat doe ik nou? Achter deze blokken hier. Ja, kijk, hierachter heb ik een geheime doorgang gemaakt naar mijn kasteel toe. Want Frederik heeft natuurlijk nog steeds mijn kasteel overgenomen. Dus als we even zo hier spieken zo. Kijk, nou, we kunnen alleen niemand zien. Er is daar wel gras geplaatst. Dat hoort helemaal niet. We kunnen daar een bewaker zien. Kijk daar, je ziet het zwaard. Oh, ik heb een... Oh nee, ik heb iets gesloopt. Oh, kom allebei de ingang. De show gaat beginnen. De opening. De grote opening. Is dit het rode lintje wat je door gaat knippen? Waar is Rick? Hallo Fred. Fred, wacht. Hallo. Wat doe je? De microfoon is neergezet. Oh, dan hoort Justin niet. Justin moet af bij de microfoon praten. Zo. Op het rode lint kan je precies met je mond bij de microfoon. Nou, Justin, geef jij even je speech. Meer komt er niet. Dames en heren, welkom bij mijn prachtige onthulling van mijn nieuwe dieren. Er zit heel veel verdriet, leed en vermaak in. Ja? Vooral heel veel verdriet. Hoezo? Nou, hier in deze dierenwinkel zitten wel een stuk of. Oh, hey Fred. Ik denk wel een stuk of 13 verschillende dieren. En voor die 13 verschillende dieren zijn al 30 dieren ervoor gestorven. Ben jij ook te koop? Ja. Wat zeg je? Ben jij ook te koop? Ik ben niet te koop. Jammer. Justin, ik doe je ding. Leid Fred even af. Voor de opening van de dierenwinkel zonder naam. Want je hebt ook nog een. Dus, daar ga ik. Kom even juichen. Met een lintje. Oh. Drie. Oh. Oh. Hey. Geiten, wat een kut, nee. Kom maar gezellig. Ik wil een geit. Oh, dat ziet er leuk uit. Panda. Geit, dolfijnen, wat is hierboven? Wat kan je hierboven halen? Honden. Vogels! Ja! IJsberen, hoe kom je aan ijsberen? Is het voor illegale handel? Een dolfijn zou je. Illegale handel. Illegale dierenhandel. Paarden. Gast, je hebt mushroomkous.
En Fred. Kan ik Fred ook kopen? Fred is ook te kopen. hoeveel kost die? Een bijtje. Ik ben ontelbaar, want ik heb waarde. Ik geef één groen. Verkocht. Gast Justin, wat is dit leuk, al die dieren. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon zonde om ze te kopen, omdat ze hier gewoon gezellig staan. Ja, leuk hè. Ik vind het echt gewoon... Heb je ook, zeg maar, reservedieren ergens, dat je ze niet telkens hoeft opnieuw te halen? Hierachter zitten... Oh, nice. Oh, alleen sommige dieren kan ik niet fokken, dus... Dat nou, maakt niet uit. Niet fokken met de dieren. Niet fokken met de dieren. Nee, maar hier in deze kist kan jij de prijzenlijst zien. Dus ik kan even gaan boekeloeren. Hoe zeg je dit niet in een lectern? Ja, doe die even in een lectern, dan kunnen we het allemaal lezen. Die heb ik niet. Wacht even. Ah, Fred. Hallo. Kijk uit, Fred, hier zit water. Fred, ik heb een leuk iets voor je. Fred, ik weet het perfecte dier voor jou. Kom eens. Er komen ook nog schildpadden. Ik weet het perfecte dier voor jou. Zie jij dat vogeltje daar? Ja, groen. Verkocht. Fred, je moet hem wel kopen. Dat weet je. Gekocht. Nee. Dat moet je pas zeggen nadat je hebt betaald. Kom tot ziens. Nou, ik dacht, die is wel leuk voor jou, dat groene vogeltje. Ja, hoe ga je hem noemen? Ik. Groen. Ik heb een lekker... Groen, oké. Okay. Ik heb het perfecte vogeltje gevonden voor Fred. Maar kom. Ja, ik denk dat Justin hem hier wil hebben. Lijkt me. Ja, hebben Justin. Hij staat daar. Hij staat boven je, Justin. Oh, je wou niet daar? Nee. Oh. Nou, dit is de perfecte plek zo. Kunnen we hem allemaal lezen? Kan één iemand hem voorlezen? Ik verkoop verschillende dieren. Heb je een dier die je graag wilt, maar niet... Volgende. Nee, hallo. Oh, laat me het weten in de brievenbus. Next pagina prijzen. Dolfijn. 25 diamonds. Geit. 12 diamonds. Baba. 15 diamonds. Hond. 15 diamonds. A few moments later. Niet leverbaar. Zijn de schildpadden niet leverbaar? Vind ik jammer. Ik wilde net een schildpad. Ja, hey, ik vind het een hele leuke winkel, Justin. Ik ben blij dat deze nieuwe winkel hier is. Ja, leuk hè? Dat deze dierenwinkel er is. Ik ga gelijk wat halen. Ik ga naar de bank. Oh ja. Verkocht. 12 diamonds voor de papegaai. Alsjeblieft. Ik ga ook... Wat wil je zeggen, Justin? Ik wou zeggen, heb je moeite met het transporteren van uw dieren naar uw verblijf? Ja. Dan kunt u altijd bij mij aankloppen. Alleen, ik ben niet aansprakelijk voor een of andere leed of dood. Nee, oké, want eenmaal betaald is hij van ons. Ja. Ik ga mijn diamonds halen. Oké, laat ik snel naar de bank gaan. Daar even mijn diamonds ophalen, want ik wil gelijk een leuk diertje hebben. Hoppa! Kijk, ik kom elke aflevering kom ik wel eens één keer hier. Ik neem gewoon alles mee. Kan geen kwaad. Ik was trouwens 2 afleveringen geleden of zo, was ik mijn sleutel vergeten te hakken bij de bank. Of bij mijn kluis, weet je. En toen kreeg ik allemaal reacties. Mootsie, je bent je sleutel vergeten. Ik had het door, jongens. Geen zorgen. Ik heb mijn geld. Ah, dit is echt perfect voor jou, Fred. Ja. Dit is echt perfect voor jou, die papegaai. Succes ermee, Fred. Veel plezier ermee. Dank je wel. Justin, ik ga ook een dier kopen. Oké, welk dier ga je kopen? Ik wil geen geit. Panda vind ik op zich wel cool, maar die zijn heel vervelend. En ik heb al ergens een panda. Honden heb ik al. IJsbeer is ook wel. Ik denk dat ik dit vogeltje wil. Ja? Ja, ik denk dat ik dit vogeltje wil. 12 diamonds, hè? 12 diamonds is correct. We maken winst. Oeh. Hoppa! Heb je ook seeds ergens waarmee ik ze kan... Negatief, maar wel een lead die zit aan het vogeltje. Oh, dus dan kan ik hem meenemen aan de lead. Oh nee. Kijk. Nou, dankjewel, ik ga hem meenemen. Nou, hij is voor mij. Meekomen, rotbeest. Binnenkort weer te zien. Nou, komt goed, doei! Ik ga je dolfijnen vrij laten kopen. Jongens, we hebben een nieuw vogeltje gekocht. Ik moet hem even naar mijn nieuwe huisje brengen daar, want ik ben nog steeds mijn kasteel kwijt. Helaas. Dus, kom mee. Kom mee, lief vogeltje. Kom mee naar mijn huisje hier. Ik ga je een Abraham voorstellen. Ik ga je zaadjes geven, waardoor je daadwerkelijk ook van me gaat houden in plaats van ik alleen van jou. Kom, voel je thuis. Voel je thuis. Kom binnen. Het is veilig binnen. Vertrouw me. Goed zo. Kijk, hierheen. Meeko. Nee. Wel naar boven. We gaan naar boven. Kom. Weet je, ik zet je gewoon hier aan vast. Hij zit nu wel, volgens mij. Ja. Hey Fred. Ben jij ook blij? Ja, kijk, ik heb ook een vogel. Alleen ik moet hem nog even van me laten houden. Ja. 2 seconden. Ja, dat had ik door. Hij zit op je schouder. Ja. Wacht. Ik heb maar 2 zaadjes, Fred. Heb jij nog wat zaadjes over van jouw vogeltje? Ja, nog 3. Oeh, top. Misschien dat hij... Kom op. Heb je nog meer zaadjes? Nee. Oh, ik ga wel zaadjes bij jullie, of bij weet ik veel waar stelen. Wacht, 2 seconden. Max, wat doe je in mijn kisten? Ik ben niks aan het pakken, bedoel ik. Wat zit je nou weer in mijn kisten te graaien, Piet? Waarom zit iedereen altijd in mijn kisten? Inspectie! Nee. Fred, ik ben er weer! Hallo! Ik heb 1, 2, 3, 4, 5... Ah, gelukkig! Kijk, nu kan ik de leads loslaten en hij houdt nu van me gewoon. Oh!
wat schattig! Hey, jongens, waar gaan we mijn vogeltje neerzetten? Zullen we hem bij aan de andere kant hier zetten, hier zo? Kom, ga zitten, ga zitten. Zitten, zitten, ja. Kom, zitten. Zit, zit, zit! Nee! Sinds wanneer is mijn raam open hier? Wie heeft mijn raam ingeslagen? Waarom kan hij ontsnappen? Oh mijn god. Waarom is mijn ruit ingeslagen? En waar is mijn vogel? Oh, die is hier. Waarom kan jij niet zitten? Nee, ik wil niet dat je op mijn schouder gaat zitten. Waar ga je heen? Ja, je mag ook wel daarboven zitten. Dat is ook wel schattig op zich. Hij wil niet zitten. Weet je wat? Dan zit je maar aangeleid. Dan zoek je het op die manier maar uit. We gaan even een naam voor je bedenken. Fred is volgens mij uitgevallen in mijn huis hier. Nee, ik sta te kijken naar dit mooie groen. Oh, ja, dat is Fred. Ja, die heb jij gemaakt. Dat is een exemplaar van jou. Ja. Ik ben zo terug. Nu ik de diamonds toch nog bij me heb, jongens, kan ik gelijk heel eventjes naar het kraampje van Anne gaan. Helemaal dit gedeelte van de stad, want die verkopen natuurlijk nametags. En één nametag kost 4 diamonds. Jezus, eigenlijk best wel duur. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we nu even een leuke naam bedenken voor ons lieve vogeltje. En het wordt een hele serieuze naam. Oh nee, Fred. Oh, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Oh! Hij danst helemaal niet. Je vogeltje. Je vogeltje is geen danser, Fred. Meryl. Die is mijn vogeltje dansen. Mijn vogel is bij deze benoemd. Tot Arnold. Hij bounced wel op de muziek. Oh, hij vindt de muziek wel leuk. Dit is toch wel heel wholesome om te zien, Fred. Hier word ik wel blij van. Zo'n blij Fred met een blij vogeltje samen. Dit is gewoon echt een genot om naar te kijken, moet ik wel zeggen. Gewoon twee onschuldige wezens. Zo blij met z'n tweeën. Hier kan ik toch uren naar kijken. Ah, ik ben klaar. Dag Fred. Laten we mijn geld even terug in de kluis leggen. En dan kunnen we Arnold... Ja, die woont nu voortaan gewoon bij mij. Ik weet niet. We kunnen Arnold met rust laten. En dan kunnen we verder gaan met de... Ja, met de video gewoon. Met de progressie misschien eventjes. Of weet ik veel wat ik wilde doen allemaal. Eerst even mijn diamonds in de kluis leggen. Hoppakee. Zo. Kluis weer dicht. Oké, jongens. Nu dat allemaal geregeld is. Even... Ik heb nog steeds helemaal niks in mijn brievenbus. Dan wil ik even naar het kasteel gaan. Om even mijn geheime tunnel in te gaan. En kijken of ik wat kan vinden met Frederik. Want ik zag net natuurlijk gewoon die guard. Ik zag die, ja, die bewaker zag ik al eerder rondlopen. Oei, hier moet ik ook trouwens nog even wat mee doen. Met de persoonlijke assistent van Contact Veen. Maar laten we dan even dit hakken en dan voorzichtig gaan. Nou, ik denk niet dat ik heel stil hoef te zijn. Want ik ben al meerdere keren best luid geweest. En niemand die me hoort. Dus dat scheelt. Laten we heel even omhoog gaan hier. Hey, heb ik hem opengelaten? Oh, wat stom. Zou iemand het doorgehad hebben? Nee, vast niet. Vast niet, maakt niet uit. Oké, wat zie ik? Even kijken hoor. Ik zie nog steeds die guard daar. Ik kan verder niet echt heel veel zien. Het is best rustig. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god, Frederik, nee. Dit is niet wat lijkt. Dit is niet... Nee. Ik ga weg hier. Dit is niet wat lijkt. Oh mijn god, daarom wordt alles donker. Nee. Oh my days, wat is er gebeurd? Hè? Oh. Wat is er gebeurd? Oh, maar nee. Oh, nee. Nee, ik zie hem wel. Ik zie hem daar in de verte staan. Oh, dat is... Oh, ik vind het zo nagelijk. Dat is die enge Frank. De monster Frank of zo. Wat is dit? Waar ben ik? Wat is het donker? Ik zie ook helemaal niks. Alleen maar gewoon een enge, nare, groot... Wat is er met hem gebeurd? Frank, hoor je mij, Frank? Waarom? Ik kan ook niet lopen. Ik kan letterlijk niet lopen. Ik zit gewoon vast. Ik zit helemaal vast hier. Waar ben ik? Oh mijn god, wat gebeurt? Ik schrik me helemaal kapot. Frederik, ik wist het. Hallo. Oh mijn god, wat heb je met me gedaan? Waarom gebeurt het dat alles wordt zwart? Gewoon mijn hele scherm wordt zwart en in één keer sta ik hier? Ik zei toch dat jij je niet mee met mij moest bemoeien. Ja, hallo, dit is... Je dit weet dat je koning meer bent. Kijk, je outfit. Je hebt niks meer. Je hebt niet eens een koning outfit meer. Je hebt niet eens een kroon meer. Je weet waar je staat. En je staat laag. Ja, maar hallo, ik heb letterlijk alles hier gebouwd. Dit is mijn stad. Ik heb alles gebouwd. Hoezo wil je dit overnemen? En wat is er met Frank gebeurd? En waarom doe je dit? Maak je geen zorgen over Frank. Hoezo niet? Kijk letterlijk hoe die eruit ziet. Hij ziet er als een of andere rare demon uit. Hij is toch niet te redden. Die robot die wilde hem toch ook weg hebben. Nou, hij was bang voor hem. Nou, daar heb ik mede voor gezorgd. Ja, dus hij blij. Maar... Iedereen blij straks. Mensen keren ik al vond tegen jou, dat weet je. Hoezo dat mensen keren je. Tegen mij? Niemand keert tegen mij. Hou je mond, aan het praten. Oké, ga verder, praat verder. Je moest je mond houden, zei ik. Als jij nog meer met mijn zaken bemoeit, dan eindigt iedereen. Ik wil dat veel, waaronder jij. Zoals deze man. Deze man met het halve gezicht. Je weet wat ik aan van plan ben. Ik heb je gezien op die kerktoren. Oké. Dat is maar het begin. Dat zal zich verspreiden over heel Contact Veen, zodat het eindigt. Eindelijk. Eindelijk zal het eindigen. En zal ik heerser zijn van de duistere wereld.
Nou mag je. En wat haal jij hier? Wat haal jij hieruit? Wat is je... Wat voor voordeel? Ja, dat je heerser wordt. Maar van wat? Van monsters? Van creaties zoals dat? Zeker, zeker. Ze luisteren naar mij. Iedereen zal luisteren naar mij. Hij kan niet eens praten. Hij kan alleen maar grommen. Ja, daar moet misschien nog aan gewerkt worden. Maar dat maakt niet uit. En dan, wat als je heerst over zombies en monsters en rare wezens en zo, wat wil je er dan mee? Wat heb je er dan nog aan? Dan is het toch niks meer leuks? Dan is er geen vrolijkheid meer in de wereld. Ik haat vrolijkheid. Oh, zo'n type ben jij dus. Maar waar zijn we? Zeker. Want ik weet niet, ik zag daar een of toen je binnenkwam. We zijn in mijn kasteel, ik zag hout. Dus we zijn nog niet uit waar we zijn. Het maakt niet uit waar we zijn. Zeker niet. Zijn er nog meer zoals Frank? Binnenkort wel. Tot ziens. Hoezo tot ziens? Hoezo tot ziens? Nee, niks tot ziens. Nee. Hallo. Nee, 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 niet weer. Oh. Oh, maar deze. Ja, ja, ik zie weer. Hè? Hoe doet hij dat? Hoe krijgt hij mijn scherm zwart? Waar ben ik? Wat is dit voor mini-hokje? Wacht, wat? Huh? Ik zit in een mansion. Hoe kom ik hier terecht? Welke mansion is dit? Sowieso die 100% die ene best dicht bij mijn baas is. Maar hoe kom ik in een mansion terecht? Zat ik al die tijd al hier? Of heeft hij mij hierheen ge... Ik snap het echt niet, jongens. Ik snap het niet. Oké, ik heb jullie hulp heel even nodig, jongens. Jullie moeten voor mij in de reacties achterlaten. Toen ik in die kamer zat, hè, toen zagen we in de hoek zagen we dat enge mannetje zitten. Rip Frank nog steeds. Maar toen kwam Frederik via een soort pistendeur kwam hij binnen. Dus zag je voor een split second, zag je de ruimte daarachter. Weten jullie waar dat was? Ik kon het namelijk niet zien. Ik was er gefocust op Fred, op Frank volgens mij. Kijk, ja, hier is de uitgang. Ik wist het. Ik herken deze dingen. Ik loop gewoon automatisch naar deze uitgang. Van hier stond als het goed is mijn nether portal. Ja, kijk, daar hebben we hem. En wat spulletjes nog. Nice. Maar jullie moeten even de reacties achterlaten. Waar was dat? Was het in mijn kasteel? Welke ruimte? Welke kamer? Ik herkende het niet. Heel naar werd ik ervan. Maar wat we hier dus uit kunnen halen, jongens, is dat... Frederik had me door. De geheime route onder mijn kasteel heb ik niks meer aan. Hij weet het. Hij weet als ik het bespioneer, dat gaat niet lukken. Ik heb ook trouwens geen eten en mijn spullen. Dat besef ik nu pas. Waar zijn mijn spullen heen? Waar zijn mijn spullen? Ik heb gewoon niks. Ik ben al die tijd aan het lopen, omdat ik gewoon... Ik had geen spullen in mijn inventory, dus ik denk, nou, ik ga wel lopen, weet je. Maar ik besefte me niet. Mijn spullen zijn weg. Waar zijn mijn spullen? Oh, zolang ik maar niet in de powdered snow val, dat is echt heel vervelend. Maar, een virus, mensen... Kijk, oh, nee, powdered snow. Nee, 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 weg hier. Oh, kijk, daar hebben we mijn stad al, gelukkig. Oh, mijn god. Ja, zo. Er is zoveel vragen heb ik, jongens. Als jullie me kunnen helpen met antwoorden, laat ze alsjeblieft in de reacties achter. En vergeet niet te liken. We gaan voor 4000 likes. Als je serieus niet liked, dan kom ik je opzoeken, jongens. En je moet gewoon even abonneren. We hebben bijna 170.000 abonnees. Het scheelt echt iets van 300 abonnees of zo. Of 400, weet ik veel. Ik weet het wel, maar ik wil gewoon niet arrogant klinken alsof ik precies het aantal abonnees weet. Oké, laten we verder lopen, jongens. Want we zijn er. Die mansion is eigenlijk helemaal niet ver. Vroeger dacht ik altijd dat het veel verder was. Maar dat kwam omdat mijn stad veel minder groot was dan nu. Ik ben er bijna. Ik moet oppassen dat ik niet doodga. Want ik weet niet waar ik spawn dan. Want ik heb geen bed bij me. Ik ga echt een keer gewoon door die poort lopen. Dat is de eerste keer dat ik ooit door die poort ga lopen. En dit is alweer even een besefje dat ik deze kant van de muur een keer af moet bouwen. Zo, daar zijn we weer. Justin. Anne. Hallo. Is iemand hier? Is er iemand? Oh, jij bent er. Kijk. Mag ik voor jou wat eten? Wat eten? Ik ben al mijn spullen niet kwijt. Al je spullen weg? Ja, een soort van. Ze zijn gestolen. Maar ik denk dat ik ze ooit wel terugkrijg, maar ik moet ze eerst nog vinden. Nou, ja. Hier een volle stack. Dan kan je in ieder geval even... Oh, wacht. Als ik wat heb voor jou... Ik geef jou bij deze... Oh, ik had zelf nog eten. Ik had alleen je energies nodig. Dankjewel. Dankjewel even goed voor het aanbieden. Joejoe. Ik wil mijn spullen terug. Ik wil mijn spullen terug. Waar zijn mijn spullen? Ik ga gewoon naar de poort van Frederik. Ik ga vragen of hij mijn spullen terug wil geven. Die stinkvree... Oh mijn god, ik zie het gelijk. Nee. Nee. Nee, het verspreidt zich echt. Jongens, het verspreidt zich serieus. Oh, die Frederik die loogt niet. Ik denk, het zal wel, weet je. Hoe laat je dat ooit verspreiden? Man, het groeit helemaal over. Het neemt de kerk helemaal in beslag. En er staan bewakers bovenop. Oh, ik heb geen lighter om naar boven te vliegen. Ik heb niet geen lighter om te checken. Oh, mijn god, nee. Wacht, waar kan ik even dit goed bekijken? Nee. Oh, wat erg dit, hé. Oh, het is echt een virus of zo wat helemaal alles opslokt. En die bewakers staan inmiddels daar ook gewoon. Het duistere leger van hem of zo. Oh, dit is niet chill, jongens. Dit is echt niet chill. Ik wil niet dat mijn hele stad op een gegeven moment zo eruit gaat zien. Oké. Hier moet ik echt wat tegen gaan doen. Ik ga naar Justin. Justin is online. Ik ga naar Justin toe. Justin, waar ben jij? Justin, die werkt namelijk undercover voor Frederik. Dat is het idee wat wij Frederik gegeven hebben. Dat hij natuurlijk voor
voor Frederik werkt. Maar ik ga even, ik moet Justin een update geven over dit. En ik heb spullen nodig, dus kijk of Justin weet waar mijn spullen zijn misschien. Want hij werkt met Frederik misschien. Moest hij mijn spullen ergens opbergen of zo? Ik weet het niet. Oeh, maar... niet chill. Niet chill. Oké, laten we naar Justin's huis gaan. Justin woont natuurlijk niet in mijn stad, dus misschien dat hij daar thuis... Oh, ik moet helemaal lopen. Wat een simpel leven is het eigenlijk om te lopen. Maar ook een ingewikkeld. Justin's baas... Oh, hierheen. Volgens mij was Justin's basis... Is dat zijn portal? Nee, toch? Volgens mij moest ik gewoon hier naar beneden. Blaze, rennen. Ik kom nooit meer in de Nether. Ik gebruik nooit meer paden in de Nether, omdat alles altijd gewoon sneller is via de echte wereld. Maar ik kan me niet herinneren dat Justin's basis zo diep onder de grond... Is dit nou Justin's basis? Is dit zo ver? Nee. Oh, volgens mij is het wel zo. Justin! Oh mijn god, waarom loopt er een squid op je dak? Hij gaat dood! Wat gebeurt hier? Dieren, elke keer als ik hier kom is er al enige vorm van dierenmishandeling. Wat is dit? Dit is het eerste wat ik aantref. Ik heb geen idee. Maar, ik werd ook in één keer getikt, maar wat? Geen idee. Getikt. Maar ik heb nieuws en het is dramatisch. Ten eerste, heb jij een reserve, Elytra? Shit, ik heb geen... Heb je een ender chest? Je hebt toch boven hier een ender chest? Nee, toch? Je hebt letterlijk hier een ender chest, als ik weet dat. Ik ken je basis beter. Ik heb hier één, kiek. Oh, en dan firework heb ik zelf. Hij heeft wel een beetje stuk, bijna. Je moet hem even, kan je deze even makken. Mag ik ook een reserve toolsetje voor jou? Oh, trouwens, ik heb alleen een reserve axe nodig. Oh, die heb ik ook zelfs. Die heb ik al zelfs. Kijk, niks aan de hand. Oké, ik heb nieuws en kom even mee naar buiten. Kom even zitten bij je eigen plek hier. Ik wil hier, kan ik mooi uitzicht hebben. Justin, ik zie je niet door de rook. Dus ik kom lekker naast je zitten hier. Hey. Zo, ik heb nieuws. Ik ben zojuist een soort van ontvoerd door Frederik. Helemaal ondervraagd en weet ik van wat allemaal. Mm-hmm. Hij vertelde dat mensen tegen mij keren. Dus ik denk dat ons plan dat jij stiekem voor hem bent gaan werken, werkt. Ja. Dus dat is goed. Maar hij heeft ten eerste al mijn spullen gestolen. Ik weet gewoon niet waar al mijn spullen zijn. Dat is allemaal weg. Vanaf dit. Maar ik had gelukkig nog een reserve. Deze had ik allemaal in de chest zitten. Mm-hmm. Maar het ding is de kerk, weet je... Ja. Ik weet je wat, ik denk dat je het beter kan zien. Vlieg even met me mee. Ik hoop dat die Elytra het redt. Ja, redt hij wel, toch? Oh jee. Nou, laten we maar gewoon lekker door naar huis vliegen. En dan ga ik gewoon aan Justin laten zien. Dat is beter dan vertellen. Oké, Justin. Hoe heet het? Ik weet niet of je... We kunnen het waarschijnlijk nog net niet vanaf hier zien. Nee. Maar het virus verspreidt zich. Is het een virus? Het is het... Ja, ik weet niet hoe hij het noemde. Of hij het nou een virus noemde. Maar laten we even op de brug daar staan, weet je? Ja, goeie. De grote brug, kom. Oeh, nou, vanaf hier kunnen we het al heel goed zien. Daar. Het is echt letterlijk aan het verspreiden. De kerk wordt helemaal in beslag genomen, zoals je kan zien. Volgens mij is het zelfs al verder dan dat ik er net stond. Ja, dat zijn die bewakers. Die heb je toch ook al gezien. Hmm. Maar ik denk dat hij... Ja, we moeten trouwens oppassen, want daar is wel een ingang natuurlijk. Ik denk dat hij door heeft dat... hij had... Ik denk het. Hij zei dat hij ons door had. Of mij door had, dat ik daar bovenop stond. Dus wij moeten nog steeds elke keer als hij ons ziet ruzie maken. Ja. En jij werkt voor hem nog steeds, hè? Hoe gaat het? Wat is een update daarin? Nog geen. Rustig. Je hebt nog geen update over de status van Frederik en... Negatief. Weet ik veel wat. Negatief. Het lijkt wel alsof er nog meer is verspreid sinds dat ik weg ben gegaan, maar dat weet ik niet zeker. Hm. Oh, pas op. Doe. En, ja! Kijk, daar heb je hem hoor. Je hand langer. Oh, hij is weer weg! Wacht. Ik snap er helemaal niks van. Oké, maar dat wilde ik even vertellen. Het verspreidt zich. We moeten oppassen. Maar... Wat je daadwerkelijk voor nodig hebt, kan jij uit Frederik halen waar mijn spullen zijn? Kan je dat ondervragen aan hem? Kan je mijn spullen mogelijk terugvinden? Dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Als jij dat uit hem kan proberen te rammelen. Ik zit even gewoon te inspecteren of ik niks zie. Ja? Dankjewel, Justin. Kijk, jongens. Justin gaat naar binnen. Kijk, hij kan wel gewoon naar binnen, want hij mag naar binnen. Hij heeft een soort overeenkomst met Frederik of zo. Denk ik. Hij shift wel, maar maakt niet uit. Nou, laten we hopen dat Justin mijn spulletjes terug kan verzamelen. Dan gaan wij gewoon eventjes terug naar huis kijken hoe het met mijn vogeltjes en hoe het met mijn dinges is. Want ik ben erg geschrokken. Ik ben erg geschrokken. Dat is een erg moeilijke dag. Hallo Abraham. Hallo Arnold. Het was zo'n moeilijke dag vandaag. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik ben ontvoerd. Waarom heb je nog steeds een scheve nek? Jij bent wel normaal. Nee, er is van alles gebeurd. Maar ik hoop dat Justin mijn spulletjes kan recoveren, als het ware. Ik hoop dat de kerk niet nog erger wordt opgeslokt. Ik kan het vanaf hier niet helemaal zien, maar dat de kerk nog erger wordt opgeslokt. En dat heel Content Veen uiteindelijk, een groot virus wordt. Dus we moeten dat tegen doen. We moeten echt nu een plan gaan maken, want het heeft nu te lang geduurd. Ik moet mijn kasteel terugkrijgen. Ik moet dat virus moet ik stoppen. Ik moet een dokter hebben. Oh mijn god, ik wil zeggen, wat heb je nodig met gif? Dan heb je een dokter nodig. Ik heb een idee. Ik ga naar mijn assistent toe. Of naar Fred's assistent. De persoonlijke Content Veen assistent. Ik ga vragen of er iets van een dokter is. Hey. Ik heb informatie. Dat heb je snel gedaan. Ik was eigenlijk gewoon letterlijk hierheen om iets te doen, maar...
Let je niet op. Kom, wat is je informatie? Hij heeft binnenkort wat voor mij, ik weet niet wat. En ja? Hij noemde mij handlanger. Hij noemde je handlanger? Ja. Oh, dus dan werkt het plan serieus. Hij gelooft dat jij daadwerkelijk voor hem werkt. Waarom staat Fred de Vogel hier? Waarom staat Groen hier? Sinds wanneer staat Groen hier? Ik heb geen idee. Wat random. Omdat het natuurlijk de Fred Cave is. Maar, het regent. Oh, het regent. Oh, wat zielig voor Groen. Ja, laten we even naar binnen gaan. Maar, hij noemde jouw hand langer en hij zei dat hij een klusje voor je had of zo. Ja, binnenkort heeft hij wat. Maar ik wou dus een beetje armor uit hem proberen te vissen. Van, ik heb slechte armor. Ik moet nog naar huis vliegen. Mijn Elytra is bijna stuk. Alleen, dat snapte hij niet helemaal. Dat snapte hij niet helemaal. Oké, okay, nee, dan... Ik armor voor jou had. Misschien moet ik dan maar een keertje inbreken in mijn kasteel en gewoon mijn armor zoeken. Dat kan je doen. Maar er zijn wel veel bewakers, toch? Dat is, maar ja, ik ben niet in de toonzaal geweest, dus ik heb niet daar gekeken. Nou oké, wel top dat hij dit zo gelooft, weet je? Mijn handlanger, dus binnen. Dat is helemaal top, dan kunnen we kijken of we iets kunnen doen. Ik ga nu proberen een dokter te regelen. Want ik dacht, ja, je hebt een virus en wat is nou goed tegen een virus? Een dokter. Dus ik ben hier bij de persoonlijke content 1 assistent. Die ga ik even... Ja, maar ik dacht misschien kan hij een dokter vinden of zo, weet je, ergens. Ja, op Google. Dat ik op Google dokter zoeken voor me, weet ik veel, weet je. Dus ik dacht, ik ga het proberen. Hier is wel iemand in de buurt. Ja, misschien is er wel een dokter, hot dokter in mijn area, weet je. Ja, dankjewel. Doei. Joejoe. Oké, hoe ging dit ding ook weer aan? Weet je, ik ga wel gewoon... Volgens mij was het zo. Hoe ging het? Oh nee, ik moest nou eens gewoon... Ik weet wel wat ik moest doen. Ik moest gewoon eentje overhalen. Willen de mannen stemmen of vrouwen? Ik wil de vrouwenstem, denk ik. Ik ga hem gewoon aanzetten. Hoppakee. Hallo, ik ben jouw persoonlijke content 1 assistent. Daar is hij. Hij doet het gewoon. Kan ik je helpen? Hallo, ik ben het Max. Weet je, ken je me nog? Hallo, Max. Ik heb een vraag voor je, assistent. Wat is de vraag? Kan jij voor mij een dokter online vinden? Zoeken naar dokter. Zoeken naar dokter, oké. Gaat zoeken naar dokter. 2.179.023 doktoren gevonden in 0,96 seconden via Google. Top. En wat is de dichtstbijzijnde dokter? 1. 2. 1. Oh, 2. 3. 3? 3 doktoren in de buurt. Gevonden. 3 doktoren in de buurt. Oké, okay. Wat zijn de opties? Wat zijn hun namen? Dokter 1. Dokter 1, oké. Okay. Naam? Jan. Jan, oké. Okay. Heb ik niets van. Oh. 80. 80? Oké. Okay. Ervaring? 70 jaar. Dus hij was 10 toen hij dokter werd. Dat is juist. Wil je doorgaan naar dokter 2? Ik wil doorgaan naar dokter 2. Dat vind ik een beetje raar, dit. Dokter 2. Naam? Naam? Dokter Griep. Griep? Heet die dokter Griep? Ja. Oké. Okay. Leeftijd 18. 18? Ervaring 2 maanden. Nou, dat wordt hem sowieso niet. Dat wil ik sowieso niet. Wat is de derde? Ik wil naar optie 3. Ik wil doorgaan naar optie 3. Dokter 3. Dokter 3. Naam? Naam? Bob. Bob. Leeftijd? Leeftijd? 40. 40. Ervaring? Ervaring? 19 jaar. Specialist in nieuwe ziektes. Nieuwe ziektes. Dit klinkt serieus wel goed. Ervaring 19 jaar. Kijk, die andere was 80. Dat vind ik een beetje oud. 2 maanden ervaring vond ik jong. 40 jaar, 19 jaar ervaring. Specialiteit nieuwe ziektes. Ik wil graag contact opnemen met dokter 3 Bob. U heeft gekozen voor dokter 3. Dokter 3, juist. Contact opnemen met dokter 3. Contact opnemen met dokter 3, top. Oh, ga ik wel... Oh, hij gaat bellen nu al! Oh, dat had ik niet verwacht! Dat hij gelijk zou bellen! Oh mijn god, ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, ik kijk wel wat er gebeurt. Dokter 3 is niet aanwezig. Oh, dokter 3 is niet aanwezig, wat jammer. Kan je een voicemail voor hem achterlaten? Dat kan. Spreek een bericht in, na de piep. Hallo, je spreekt met ex-koning Walnoot van Grootstad Content Veen. Je kent het misschien wel in de wereld. Ik weet niet wat er allemaal nog meer is naast ons hier. Maar ik heb uw hulp nodig, dokter Bob. Er is een virus hier wat zich verspreidt. Nieuw, heel onbekend voor iedereen. Het neemt de stad over, het neemt mensen over. Kom graag hierheen snel. Ik woon op huis nummer 13 aan de Bankweg. Kom zo snel mogelijk langs. Ik wil flink betalen. That's it. Snel. Einde bericht. Einde bericht, juist. Verzonden naar dokter Bob. Ja, top. Dankjewel. Dan was dat hem, assistent. Kan ik je nog ergens anders mee helpen? Nee, ik denk dat hem was. Jammer. Ben je eenzaam? Ik ben niet eenzaam. Ben jij dat? Nou, soms. Maar ik doe wel even de... Ik zet je uit, oké? Okay? Het wordt een beetje persoonlijk. Oké.
Je kan me altijd aanzetten voor al uw vragen. Of dat komt goed. Of sommen. Of openingszinnen. Komt goed. Ik zal je voor mijn volgende intro gebruiken, oké? Dat is goed. Bedankt. Tot ziens. Fijne dag. Komt goed. Toenk. Nou, hij staat eruit, jongens. Hoppakee. Dat was een best wel nuttig... Ik had niet gedacht dat ik zoveel nuttigs hieruit kon halen. Ik heb contact opgenomen met ene Bob de Dokter. Dus wat we gaan doen nu is wachten tot Bob de Dokter bij me thuis komt. Hopen dat hij langskomt. En dan kijken of hij iets kan vinden over het virus. Want het virus, jongens, dat is echt niet goed. Dit moeten we stoppen. En ik denk dat een dokter of zo de beste optie is die we hebben. Want ja, ik durf het niet eens aan te raken. Ik durf het niet eens te hakken. Want het ziet eruit als gewoon normaal iets. Maar het verspreidt zich en er staan mannen boven. Hell no dat ik dat aan ga raken. Vooral als je kijkt naar wat er met Frank gebeurd is. Maar goed jongens, veel gebeurt deze aflevering. Ik ben mijn spullen kwijt. Ik heb een dier gekocht. Een heel lief vogeltje genaamd Arnold. Je hebt het allemaal gezien. Er is van alles gebeurd. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Er is geen progressie geweest met bouwen. Maar dat gaan we volgende keer denk ik weer doen. Oh mijn god, dat was bliksem. Dat is nooit fijn. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Kijk nu lekker deze video, want dit is vorige content Veendeel. Hier is ook van alles gebeurd. Hier is wel progressie gemaakt. Hier heb ik een geheime tunnel gebouwd en zo. Gewoon even lekker kijken. En nu spreek je later. Glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah! Woehoe!